Ik ben Wim Budeke, ik ben bestuurder bij Stichting Onderwijsspecialisten. Dat is een onderwijsorganisatie voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Cluster 3 en cluster 4. En wij hebben in dit werkgebied, in het samenwerkingsverband, hebben wij 3 scholen. Althans SO-scholen. Dus 2 in Ede en eentje in Veenendaal, waar we heel nauw mee samenwerken. En waar we nog intensiever mee zouden willen samenwerken. Nou, speciaal onderwijs is natuurlijk een tak van sport die altijd een beetje buiten het reguliere onderwijs gestaan heeft. Dus in die zin kijk ik erg uit naar passend onderwijs, waar natuurlijk ook wat nadelen aan zitten. Maar waarvan ik het hele grote voordeel vind dat de verbinding tussen regulier onderwijs en speciaal onderwijs nu eindelijk eens een keertje gemaakt wordt. En daar heb ik eigenlijk ook wel hele hoge verwachtingen van. Je bent als schoolbesturen met de maatschappelijke opdracht, met maatschappelijk geld, ben je gemeenschappelijk verantwoordelijk voor alle leerlingen in jouw regio, vind ik een fantastisch uitgangspunt. Jammer is natuurlijk dat het in de loop van de tijd ook weer verworden is tot een soort financieringsverhaal, beheersingssysteem voor de financiën. Op zich ook wel weer begrijpelijk. Het speciaal onderwijs liep wat dat betreft stevig uit de pas, groeide ieder jaar en iedereen snapt dat het ook niet door kan gaan. Maar het domineert wel een klein beetje de discussie rond samenwerking in binnen passend onderwijs. Omdat heel veel samenwerkingsverbanden te maken hebben met een financiële last op dat vlak. En dat vertroebelt de inhoudelijke discussie wat. En dat vind ik jammer. Maar in oorsprong, niemand kan tegen het verhaal zijn dat je de schotten eens een keer gaat doorbreken. En dat je collectief verantwoordelijk bent voor de leerlingen in jouw omgeving. Ik vind het erg leuk om nou eens een keertje binnen een school voor regulier onderwijs met leerlingen te zijn die daar eigenlijk prima kunnen functioneren, die contact hebben met gewone leerlingen, om het zo maar eens te noemen, die ook, ook thuis naar een school in de buurt kunnen in plaats van dat ze altijd ver weg moeten. Dus er zitten absoluut voordelen aan die ook heel erg leuk zijn naar mijn idee. We weten ongelooflijk weinig van elkaar. Zowel het speciaal onderwijs van het regulier onderwijs als omgekeerd. En dat betekent dat er beelden beginnen te ontstaan. Dus ik snap heel goed dat een leerkracht in groep 7 van het basisonderwijs met 32 leerlingen, waarvan er ook nog eens een keertje 10 zijn die al speciale aandacht nodig hebben, dat hij het idee heeft, wat gaat er in hemelsnaam gebeuren met passend onderwijs? Krijgen we nu nog meer kinderen met problematieken binnen? Krijgen we kinderen met handicaps binnen? Krijgen we kinderen met gedragsproblematiek binnen? Die zorg, die snap ik. Ik denk dat dat proces zal uitwijzen dat er, daar komt een schifting in. Natuurlijk zullen er leerlingen, zoals ik al zei, in het speciaal onderwijs blijven en daarop aangewezen zijn. Maar ik denk ook dat er ook een groep is die op dit moment ook in het speciaal onderwijs zit, omdat ze faalangstig zijn, onzeker zijn geworden, veel gepest. Dat door een verandering van klimaat binnen het reguliere onderwijs, een andere aanpak en zeker ook met ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs, dat die kinderen prima kunnen functioneren in het reguliere onderwijs en dat die leerkrachten zich daar eigenlijk niet zoveel zorgen over zouden moeten maken.